bij de Engelsen op het podium. Dit is Kevin McDyne. Een relatief jonge speler. En hij dus tegen de ervaren rot Wayne Jones, zijn landgenoot. Derde ronde gehaald door deze McDyne op het WK in 2010. En hij heeft in 2007 halve finale gestaan bij de Grand Slam of Darts. En Wayne Jones, afkomstig uit Wolverhampton. The Wanderer, Moody, allemaal bijnamen van deze speler die heel veel ervaring heeft. En laten we niet vergeten, het is weliswaar heel wat jaren geleden. Maar hij is voormalig halve finalist op het WK. Dat was in 2006. En hij heeft op veel grote toernooien de laatste 8 en ook vaak de laatste 4 gehaald. De nummer 31 van de wereldranglijst momenteel. Ja, en op papier zou je zeggen dat qua ervaring Wayne Jones McDyne zou moeten kunnen hebben. Maar goed, deze jonge darter kan echt fantastisch spelen. En dat moet hij dan vandaag hier laten zien op dit grote podium. Waar hij natuurlijk in het verleden al gestaan heeft. Dus het is niet allemaal nieuw voor hem. Hij staat op plek 71 op de wereldranglijst. Beduidend ver achter zijn tegenstander. Maar goed, we gaan kijken naar deze eerste rondepartij. Wayne Jones tegen Kevin McDyne. De laatste als eerste aan de okkie. Het gaat uiteraard ook in deze partij om de best of 5 sets. 59. Ja, dan klopt inderdaad dat op papier deze Wayne Jones absoluut de favoriet is. Zijn palmarès is een stuk langer. Maar die McDyne, ja, dat is toch een beetje een aparte speler, vind ik. Hij kwam als een komeet in 2007. Hij plaatste zich inderdaad via het kwalificatietoernooi voor de Grand Slam of Darts. Daar speelde hij echt fantastisch met hoge gemiddelden. Hij won daar onder andere van Manly, Great Badge Wade, Jelle Klaassen. En verloor uiteindelijk de halve finale van Andy Hamilton. Pas in de allerlaatste leg. En ook een paar maanden daarna wist hij de kwartfinale te halen van een World Matchplay, deze McDyne. En ook daar speelde hij geweldig. Hij won daar in de eerste ronde van Lewis. 140. Won vervolgens van Walsh. Maar in de kwartfinale was Taylor te sterk. Alleen, ja, het was wel een speler waar iedereen het een beetje over had. Van nou, daar zit wel wat in. Dat is een jongen die kan de druk aan. Hij heeft het juiste dosis talent. Maar vervolgens viel hij een beetje in een zwart gat. En tot nu toe is het hem nog niet gelukt om daaruit te klimmen. Deze McDyne. 96. Wayne, you require 148. 148 voor Wayne Jones. Om meteen tegen de darts in. Dat lijkt te pakken. Dat gaat niet lukken in deze beurt. Dus is het aan McDyne. 95. Kevin, you require 110. Naar onder. Dus nu naar de triple 17. Ja. Tops voor McDyne. Nee. 90. Wayne, you require 53. Hoe duur is die misser? Dat is aan Wayne Jones. Dubbel 18. Daar werkt hij graag naartoe. Maar hij mist hem wel. Dubbel 9 ook gemist. Twee aardige kansen voor Jones. Die hij laat liggen. En dus McDyne. Opnieuw met de kans om zijn leg te pakken. En dat doet hij. Kevin McDyne. Second leg is Wayne to throw first. Game on. Ja, het is en blijft het WK, maar echt heel veel grote verrassingen hebben we natuurlijk niet gehad voor wat betreft winnaars in al die jaren vanaf 1994. De eerste keer was het Dennis Priestley die Taylor in de finale versloeg. Daarna de ongelooflijke zegenreeks van Phil Taylor die vanaf 1995 tot en met 2006 ieder jaar de beste was toen in 2007 Raymond van Barneveld met zijn enige PDC-wereldtitel. Ja, daarna John Part, de Canadees. 82. En toen weer twee keer Taylor, 2009 en 2010. En toen kwamen de jaren van Adrian Lewis, die twee keer op rij wereldkampioen werd. En afgelopen 70. Wereldtitel, ja, back
As usual, weer Phil Taylor. Die van Michael van Gerwen wist te winnen in de finale met 7-4. Is Taylor 45. Ook weer de belangrijkste kandidaat om de wereldtitel te pakken? Of denk jij toch dat Van Gerwen dit jaar bijvoorbeeld, of Lewis, hem kan verrassen? Ja, dat kan altijd. Maar Taylor is absoluut de nummer 1. Dat is hij al jaren. En dat, ik heb het gevoel dat hij dat zal blijven totdat hij daadwerkelijk gaat stoppen. En zoals Roland ook al zei, het is eigenlijk een beetje een top 3 op dit moment. Taylor, Van Gerwen, Lewis. En de rest, ja, hangt daar toch echt net iets onder. Whitlock haalde ook de finale toen hij de overstap maakte. We speelden een geweldig toernooi, maar Taylor was sterker. James Wade, de halve finale is al gehaald. Heeft ook toernooien gewonnen, maar dit WK nog nooit. 59. Van Barneveld natuurlijk in 2007. Dat was zijn jaar, maar daarna... Terwijl we kijken naar McDine. Nee, ik krijg geen pijl voor een dubbel hier. Gooide zojuist 180 overigens. 37. Ja, Jones. De hoogst mogelijke finish. Heeft hij wel nodig. En gooit hij niet. 58. Kevin Maguire, 58. 58 voor Kevin McDine. 18 gegooid. Twee pijlen voor tops. Ja hoor. McDine. Break Jones. Komt op 2-0. In de eerste set. Hij mag nu zelf beginnen aan misschien wel de laatste leg van deze openingsset. Maar goed, we hadden het al even over Phil Taylor. Kijk, het is natuurlijk ook zo. Heel veel spelers. Ze zullen het misschien nooit toegeven, maar weten ook, oké, als ik in de andere helft zit, dus niet bij Taylor, dan is mijn doelstelling de finale halen. En als je dat dan gehaald hebt, dan is jouw toernooi goed. Er zijn flink van dat soort spelers geweest hoor. De winnaars van het WK waren misschien niet altijd even verrassend, maar we hebben wel een aantal mooie finalisten gehad. Wat dacht je van Kirk Shepard in 2008? Een paar jaartjes daarvoor Mark Dubridge in 2005 speelde ook een geweldig toernooi. Ja, Peter Manley natuurlijk een aantal keren in de finale gekomen. Ja. Maar goed, Manley was dan wel echt wel een top 8 speler. Kevin Painter een keer de finale gehaald. Ja, er is altijd één man de sterkste. En het lijkt nu toch wel, Lewis de laatste jaren haalt in ieder geval hetzelfde niveau. En het is natuurlijk ook zo, het verhaal van de Taylor-vloek. Als je dan een keer Taylor op het WK verslaat, dan ligt hij er vaak zelf in de volgende ronde weer uit. Dan win je hem niet, nee. Behalve natuurlijk in de finale. Zoals Van Barneveld destijds in 2007. In die thriller. 2009 stond Van Barneveld nog een keer in de finale tegen Taylor, maar ging er toen roemloos vanaf. 130 voor McDine voor de winst van de eerste set. Even een stapje opzij om de ruimte te vinden richting de triple 20. Niet gevonden. En dus Jones. Om toch weer terug te keren in de set. 64. Deze moet uit, Wayne Jones. Eentje ernaast. Ja, dubbel 16. Ja hoor, keurig gedaan. Terug tot 2-1. Fourth leg is Wayne to throw first. Game on. Als je ook ziet de evolutie qua prijzengeld. Toen Dennis Priestley in 1994 de titel pakte, kreeg hij £64.000. 85. Een jaar later overigens Phil Taylor slechts £55.000 Britse ponden. En afgelopen wereldtitel leverde Phil Taylor £1 miljoen op. Dan zie je toch een enorme evolutie qua prijzengeld. Ja, dat was de totale prijs. Totale prijzengeld, ja. Ja. Nee, dat klopt. En ja, er zijn nog plannen om dat nog verder uit te gaan breiden. Het is booming business. Het is groot in Engeland, maar ook daarbuiten. Gemiddelde van McDine, iets boven de 94. Beide mannen met 180 scoren. Wordt dit de tweede voor Jones? Nee. 140. Goed rekenwerk hier van McDine. Nu naar de boel, ja, doet hij goed. 160.
64. Dat is een hele goede beurt. Hij laat een finish staan die lager is dan de finish van Jones. Wat heet, Jones staat nog niet eens op de finish. Kijken wat hij gaat doen. 95. McDyne voor de set. 142. 20 gemist en dus geen finish meer. Jones voor 2-2. 90. Finish van 81. Wayne Jaguar 81. Om het weer helemaal gelijk te trekken. Wayne Jones moet naar de 12. Triple 12 geraakt, dus dubbel 13. 68. Oeh, hoe duur is deze misser? McDyne. ...16 gegooid. 1 pijl. Dubbel 9, hij gooit hem wel. En hij pakt de opening set met 3-1 tegen Wayne Jones. 1-0 dus voor Kevin McDyne in deze partij in de eerste ronde van het WK Darts. Wayne Jones aan de okkie. Kijkt dus aan tegen een 1-0 achterstand in sets. Dit is de set die hij zelf mag beginnen. 60. Vindt geen triples in zijn eerste beurt. 60. Ah, het is wel een lekker potje hoor. Het is op tempo. 100. En dit is nummer 2 voor Kevin McDyne. Gemiddelden zijn ook goed. Allebei boven de 90. Wayne Jones. Ruim 91 heeft McDyne, ook dankzij die 180 kruipt hij richting de 100 op dit moment. Daar is helemaal niks mis mee. Het is de vierde triple. Ja, het is ook een triple, maar qua 9 darter heb je er niks aan. En die gemiddelde liet hij dus ook zien, die McDyne, in de jaren dat het wel goed ging. Hij is dus duidelijk tot iets in staat. Alleen 100. De verschillen zijn te groot. Als die niet in vorm is, dan is het ook drie keer niks. Moet lopen of het loopt niet. 46. Maar het gebeurt van McDyne, die dus begon met 180. En kijk naar Jones. Ja. 100. Die had hij even nodig. Zet hem op 24 met deze 180 score. Dat is ook zijn tweede. 59. McDyne toch even met een mindere beurt. De tweede op rij. Jones, dubbel 6. En dubbel 6 wordt het. En daarmee pakt hij de eerste leg van de tweede set. 48, Jones. Vader van 3 kinderen, weduwnaar, al heel lang. En McDyne begint weer met 180. Eens kijken of hem dat nu wel de leg op gaat leveren. Het sterke begin. Het is overigens wel zijn eigen leg. 85. Ja, dat is triple nummer 4. Dat is 5. Wordt het 6? Nee. 125. Hij is wel los hoor, McDyne nu. Dus Jones. In de achtervolging. 140. Zit er net boven, hè? Ja, de tweede. 99. Voor 1-1, Kevin McDyne, triple 19. Hij gooit een single, dus moet hij naar de 18. Ja, die gooit hij, dus dubbel 12. 85. Die niet, maar het maakt niet uit, want Wayne Jones staat nog niet op de finish. 100. Nu dus wel, en dus McDyne. Dubbel 6, om er 1-1 van te maken. 3. Nee. 9 score. Kans voor Jones. Wayne Jaguar, om te breken.
Ja, dat is een beurt die je heel snel wil vergeten, want drie resteert. Hij is ook nog niet weg, maar Jones. We hebben ook een triple raak. Ja, hij is helemaal kwijt. Kevin, you're one, three. 1-1 voor McDyne. Ja, ja, je hoeft er niet bij na te denken, dat is mijn manier. Ik zou beginnen met een single. Nu dan, McDyne. Nee hoor. No score. Hij heeft op 3 staan. Jones. 18 gegooid, dubbel 16. En de tweede leg ook voor Wayne Jones, McDyne. Gaat even bij zichzelf te raden. Ja, McDyne mist de dubbel 12, terwijl Jones nog niet op een dubbel stond. Nog niet eens op een finish stond en toch verliest hij de leg. Dat mag niet. 140. Nou, vergis je ook niet in die Jones hoor. We hadden al in 1999 de finale van een televisietoernooi, destijds de Winmaal. Hij heeft sindsdien ruim 50 televisieoptredens gehad. Op Lakeside gestaan, hij heeft 11 WK's gegooid. Kwartfinale Lakeside 2006 en natuurlijk die halffinale inderdaad op het PDC WK in 2006. Dat is ook het jaar van zijn overstap. Ja, hij kwam toen via het kwalificatietoernooi op het WK 2006. En haalde meteen de halve finale. Daarna nooit meer zo goed geweest. Nee. Toen was het nog mogelijk om twee WK's naar elkaar te gooien bij de concurrerende bonden. Inmiddels kan het niet meer. 95. Maar top staan, Wayne Jones. McDyne heeft weliswaar een finish. Ja, triple 19 gegooid. Maar triple 20 niet. En dus Jones om er 1-1 in sets van te maken. 3 pijlen. Tops, niet gegooid. Dubbel 10. Oh jee. Hij maakt het niet af. McDyne, deur staat weer op een flinke kier. Voor de jongste van deze twee Engelsen. Bullseye. Het was niet echt de bedoeling. Dubbel 4. Ja, finish van 65. Keurig gedaan. Terug tot 2-1. Het zijn van die kleine foutjes die je dus blijkbaar niet kunt permitteren. Het geldt dan voor Wayne Jones. Nou ja, het kansen zat op de dubbel. Hij staat op dit moment 3 uit 11 te gooien. Dat is 27%. McDyne doet het eigenlijk maar ietsje beter hoor. 4 uit 12. Dus 1 van de 3 is bij hem raak. Gemiddeld dan wel ruim boven de 90. Dus dat is prima. 60. Annie Jones is toch wat te pakken vaak in de eerste ronde. Vorig jaar verloor Jones op dit WK van de Nederlander Jerry Hendricks met 3-0. Dat is toen toch wel een sensatie. 100. En 2 jaar geleden verloor Wayne Jones van Adrian Lewis in de derde ronde met 4-0. 100. Nou, McDyne profiteert niet echt van een matige beurt van Jones. 100. Geen finish van de man uit Wolverhampton. Dus McDyne op weg naar 2-2 in deze tweede set. 125.
60. Kevin Yuqua, ja. 71. Hij moet via 71. Dus naar de 13. Ja. 58 over, 18 gegooid. Dus kijken we naar tops. 31. Die gooit hij niet. Finish van 114. Even opnieuw prepareren. Ja, zit erin. Tops. Hij zit erin. Maar tops zit er niet in. Lukt McDine het wel om tops te gooien? Hij mag nou geen fouten meer maken hoor, McDine. Dubbel 10. Dubbel 10. Gegooid. 2-2. Jones mag zelf beginnen. Om de wedstrijd gelijk te trekken. En om te voorkomen dat hij met 2-0 achter komt in sets. En begint sterk. Met 140. Gaat naar onder, naar de triple 19, die mist hij. Publiek begint er langzamerhand ook weer een beetje op stoom te komen. Het is natuurlijk nog relatief vroeg, een uurtje eerder in Engeland uiteraard. Ja, de koffie heeft plaatsgemaakt voor iets anders, denk ik. Zit weer helemaal vol, hè, Ellie Pally. Gisteravond ook al. En ook in deze eerste middagsessie. Dat zegt toch wat, hoor. Wat belooft wat voor alle ronden die nog komen gaan. Het kan spoken tijdens dit WK. Oeh, dat valt hem tegen, denk ik. De laatste twee pijlen. Maar goed, McDine niet op een finish. Dus Jones... Zo dadelijk met de kans om een set te pakken en om alles in evenwicht te brengen. Single 20 gegooid. Triple 19 valt. En dus dubbel 20. Fantastische finish van 117. En Jones wint de tweede set. En daarmee wordt het 1-1 bij Kevin McDine tegen Wayne Jones in deze partij in de eerste ronde van het WK Darts. Kevin McDine verschijnt aan Oki. Staat 1-1 in zijn partij tegen Wayne Jones. Gaat om de best of 5 sets. 45. En een matig begin van de 28-jarige Engelsman. Super Mac, zoals zijn bijnaam luidt. Hij speelt dus tegen 96. Een 48-jarige Brit, Wayne Jones. Ja, en die neerwaartse spiraal waar de heer aan tafel het over hadden, daar ben ik het wel mee eens. 59. McDine, ja, die kwam snel, maar heeft daarna vrij weinig laten zien. En Wayne Jones is ook zakkende op de wereldranking. Dat is niet zozeer omdat hij veel slechter is gaan spelen. Ik heb het gevoel dat deze man al 10, 15 jaar hetzelfde niveau speelt. Maar de rest wordt gewoon beter. Precies, dat is het verhaal natuurlijk. Je moet natuurlijk ook wat geluk hebben met een loting tegen wie je komt. Of die in goede doen is op een bepaald moment. Zo kun je zomaar heel wat rondes verder komen. 100. Aan de andere kant is het vormen natuurlijk ook zo bij zo'n WK. Dat je steeds meer sets moet winnen om een overwinning te pakken. Ja. En dat betekent dus ook vaak dat de echte toppers... altijd wel weer boven komen drijven. Ja, vind ik ook. Ik bedoel, ik heb Jones ook wel regelmatig in eerste ronde van spelers zien verliezen... waarvan ik denk, nou, daar had je op papier niet van mogen verliezen. Spelers die nu dan hun debuut maken, ik denk weer aan Jerry Hendricks. En dat is niks ten nadele van Jerry Hendricks. Die speelde een geweldige wedstrijd. Maar goed, die heeft op dat moment niks te verliezen. Dus staat er meer druk op Jones dan op Hendricks. Dan gaat er niet altijd even goed mee om. McDine komt opzetten, 140. Laat 68 staan. Jones, Shanghai 20.
Een van zijn eerste twee pijlen, de triple 20. Nou, meteen de eerste. Grote 20 erachteraan en tops. Ja, ja, hij staat sterk te finishen hoor in deze wedstrijd. Wayne Jones. Ja, hij staat gewoon voor in deze wedstrijd, Wayne Jones. Het begint echt zijn kant op te vallen. Ja, en McDyne. 42. Kan spectaculaire dingen doen. Prikt dus nu dan heel gemakkelijk 180 gezin, maar hetzelfde gemak mist hij ze. 137. Kijk, weer een paar trippeltjes gevonden door Jones. Die langzamerhand meer zijn ritme begint te vinden. En McDyne ziet ze niet vallen, de trippels. 56. Nou, Jones is ook wel een speler. Die moet het gaspedaal compleet indrukken. Hij moet echt in die flow komen. Speelt in hoog tempo. 99. Als ze daar eenmaal in zit, dan is hij er moeilijk uit te krijgen. Dan moet je mee gaan vertragen of andere trucjes toe gaan passen. Er zijn de spelers die zijn daar natuurlijk herenmeester in. En deze McDyne niet. Die doet gewoon zijn eigen ding. Wayne McGuire, 170. 170. Hoogste finish. Triple 20. Eenmaal. Goed, hij heeft lucht. 98. Nou, dat zou zijn derde hoge finish op rij zijn. 99. Wayne McGuire, 72. 72. Jones. Dat is een 8, denk ik. Ja, dus naar boel. Ja hoor, 72. Achterloos gegooid. Ja, hij zit echt in een superflow. Heel sterk in deze fase van de wedstrijd. Ook in die vorige set, in de eindfase daarvan. Met zijn dubbels. En zijn finishes. Het finish is fantastisch. 44. Ja, daarmee maakt hij echt het verschil. En je ziet het nu ook aan McDyne. Die moet het hebben van zijn hoge scores. En als ook dat niet lukt, dan zit je zwaar in de problemen. 60. Nou, heeft hier in ieder geval het geluk dat Jones geen triple vindt. En dan stond hij Jones dus in 1999 in de finale van de Wimbouw. Stond hij in 2006 in de halve finale van het WK. Dan stond hij in 2010 in de finale van het EK. Dus wat dat betreft gaat ons argument wel op. Hij speelt ongeveer altijd hetzelfde niveau. En eens in de zoveel jaar komt hij bovendrijven in de loting. Dat is een goed antwoord van McDyne. Op die 180 score van Jones. Geen trippeltje. En dus geen finish. 60. Voor Jones. 104. Dit doet McDyne goed. 'N triple had gegooid dat hij tops overgelaten. Nu resteert 78. 85. Om Jones even af te stoppen. Naar de 18, ja. Dubbel 12, McDyne. Moet er nu wel in hoor. Ja hoor. Kevin McDyne. Blijft in leven in de derde set. Kevin McDyne terug tot 2-1. En wat voor de vorige wedstrijd gold, geldt ook zeker voor deze wedstrijd. 42. De winnaar gaat spelen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen onze Michael van Gerwen en de winnaar van een voorrondepartij tussen Lerg Bagger
en Ward. Zeven ervan uitgaande dat Vergerwe dat gaat winnen. Dan staat er nog een flinke kluif te wachten. 140. 140 voor Jones. Brengt hem weer voorbij McDyne. Maar kijk, de Engelsman, de jongste van deze twee Engelsen. Opent weliswaar met een triple. 84. Maar daar blijft het ook bij. Geen finish voor McDyne. Maar zet Jones hem op weg. Op 160. Dus dat is ook nog een hoge. Initiatief. Toch weer bij McDyne even in deze leg. Naar de 19's. 83. Is die laatste 3 toch wel slordig. Dan blijft de 94 staan. Die is nog niet uit. Dus Jones. Nee dus. 60. Kevin Yuan, 94. 94, McDyne. Nou. Dus kijken wat hij gaat doen. Gaat hij voor de boel of gaat hij voor de 18? Hij gaat voor de boel. Dat betekent dat hij nu naar de 19 moet. Ja, en nu weer op dubbele boel. McDyne. 69. Mai. Jones. Op zoek naar de triple 20. Dat is hij meteen gegooid. En dat doet hij. Heeft hij 2 kansen om de set te pakken. En hij pakt de set. Finish van 100. Hoppakee. Jones finish sterk. En komt op 2-1 in sets. Ja, die finishes van Wayne Jones zijn geweldig hoor. Zag al een 117, een 120, nu een 100. Zal nu door willen trekken, meteen in het begin. Voet op het gaspedaal en weglopen bij McDyne. Jones staat nu gewoon 7 uit 16 te gooien. Dat is ruim 43% op zijn dubbels. Dat is gewoon goed. En ook qua gemiddelde heeft hij McDyne ingehaald. McDyne in de wedstrijd begon rond de 100. Helemaal afgezakt. Zit nu rond de 90. En Wayne Jones kruipt omhoog. Hij zat in het begin van de wedstrijd rond de 90 of de vlak onder. Maar ja, kijk eens wat hier gebeurt in deze openingsleg. De voorsprong voor McDyne in de door Jones begonnen leg. Dat zijn toch weer de kansen voor deze Kevin McDyne om terug te keren in de wedstrijd. McDyne op een finish. 100. En Jones niet. 6 pijlen voor McDyne. 56. Ja, dan raakt er geen triple. Dus Jones, het liefste gooit hij nu een 140. Dan laat hij top staan. Er moet er nu nog geen triple bij. Ah, het zat er wel heel lastig voor allemaal. Maar goed, 80 ook goed. McDyne krijgt 1 pijl op een dubbel. Als hij nu triple 19 raakt, die raakt hij wel. Dubbele boel. En weer niet. 89. En dus Jones om deze leg alsnog te pakken. Deze door hem begonnen leg. Triple 20 gevonden. 2 pijlen, dubbel 10. Dubbel 10 gegooid. Hij is ijzersterk in zijn finishen, zeg. Wayne Jones meteen weer de dubbel gegooid ook. Ja, dat is weer zo'n finish hoor. Als deze man in zijn flow is, dan is hij wel moeilijk af te stoppen. Dan kan die levensgevaarlijk zijn. McDyne opent met 180. Er komt altijd dat negentje te staan natuurlijk, omdat er nog steeds een negen dart erin zit. 3 trippels gegooid, maar de vierde niet. 58. Nu geen enkele trippel gevonden.
133. Komt hij nog terug in deze leg? Jones. Het antwoord is dus ja. Komt weer een beetje in de buurt. Staat weliswaar niet op een finish, dus heeft McDyne 6 pijlen. Triple 20 gevonden. Gaat naar de 18. 98. Dus 3 pijlen voor McDyne. Om er 1-1 van te maken. Zometeen. Nou, doet hij netjes. Gewoon mee blijven lopen. 100. Gewoon nu de dubbel 16 gooien. Avenue Aquin, 32. Dubbel 16, 3 pijlen voor 1-1. Dubbel 8. Dubbel 8. Ja, hij blijft in leven. Kevin McDonald. Third leg is Wayne to throw first. Game on. Nou, punt is wel voor McDyne dat hij Jones moet zien te breken. Dat is zijn opdracht. 60. En dan is dit een prima begin voor McDyne. Ja. De vierde. En het negentje zal weer verdwijnen. 137. Ons geduld wordt op de proef gesteld. McDyne als eerste naar een finish toe. Dat is gewoon een ijzersterke leg tot zover voor Kevin McDyne. En dan breekt Jones. Hij komt op een 2 in voorsprong, mag het nu zelf af gaan maken om er een allesbeslissende 5e set uit te slepen. Kevin McDyne. Nou, dat zijn twee hele sterke legs op rij van de jonge Engelsman. Dus beloon jezelf. 137. Behoud je eigen leg en we gaan naar een 5e en allesbeslissende set. 100. Jones. En met een score van 140. Komt Jones op een finish. Ja, 100. Dat komt hij. Dus moet McDyne wel een beetje op blijven passen hier. En hier heel veel vanaf gaan halen, deze 182. En daarvoor zijn triples nodig. En die gooit er niet. Wayne Uriquan, 161. Het kan. Jones, hoge finish weliswaar. Opent met triple 20. De 17. Ja. Gevonden. Bullseye voor een finish van 161. Dat gaat net mis. Kevin Uriquan, 122. Dat scheelde niet veel, zegt McDyne. Alsnog, 122 voor de set. Naar de triple 18. Nee. 54. Wayne Jones, om terug te breken. En om zelf te mogen beginnen. Dubbel 8. Nee. 17. Hoe duur is deze misser? Kost het hem de set? We gaan het zien.
Geen tops voor McDuin. Nee, hij trekt hem naar beneden. Jones, drie kansen. Voor de rebreak. Dubbel 4. Dubbel 2. Nee. Dicht tegen het ijzer. Ja, denk McDuin. Dat is een meevaller. Dat dacht ik ook op dat moment. Dan komt hij goed mee weg als hij hem gooit. Dubbel 10. Dubbel 5. Ja, de eerste beetje zonder te veel risico gegooid. Maar de tweede gooit hij aan de binnenkant. Nou, Jones, ja, neemt de slok. Pet er even op. McDuin. Hoop dat hij nog een keer een kans krijgt. Dubbel 1. Nee hoor. Hoge finishes, geen enkel probleem voor Jones vandaag. Maar een dubbel met drie pijlen in de hand. Dat is knap lastig. Dubbel 2. Nee. One score. Nou, wie gaat het licht uit doen hier in het Alexander Palace? Jones. Hij weer. Ja, en het is een ongelooflijk belangrijke leg. Dubbel 1. No. Ja, McDuin moet een beetje lachen. Darts zijn er al gegooid deze leg door McDuin. Wat doet nummer 22? Voor de set. Hij pakt de set. Met 3-1 en Wayne Jones zal nadenken over de gemiste kansen. Het wordt 2-2 in sets en we krijgen dus inderdaad die allesbeslissende finale set. Set 5. Ja, het lijkt een beetje op dat McDuin al een beetje klaar mee was. Die is blij met de kansjes die hij nog kreeg. En Jones die baalt van de kansen die hij mist. Dus mentaal gezien lijkt McDuin het voordeel te hebben. En het is logisch, Jones. Uiteindelijk kwam toch misschien stiekem wel een beetje in zicht, hoor. Als je tegenstander blijft missen en je breekt hem voor 2-2 en je mag zelf beginnen. Dan kan er snel een einde aan gemaakt worden. Maar goed. 60. De dartswetten hebben iets anders bepaald. Hebben bepaald dat een vijfde set nodig is om een winnaar te gaan bepalen. 75. 180. Voor Jones. 140. Ziet links in beeld staan de volgende partij. Terry Jenkins, die aangetreden tegen Per Lausen, de Deen. De Deen die zojuist in de voorronde Colin McGarry, de Noord-Ier, versloeg. Dat is dus de wedstrijd die volgt naar deze partij en daarna is de beurt aan Ian White tegen Kyle Anderson. En die Anderson is een aparte vogel, om het zo maar te zeggen, die Australiër. Daar gaan we straks natuurlijk alles van meekrijgen, van die man uit Queensland. McDuin naar dubbel 18. McDuin naar dubbel 9 voor de voorsprong. Ja hoor. En hij pakt hem. En zo staat de jonge Engelsman ineens weer op voorsprong. 41. Is Jones het nu kwijt? Waar McDuin het? 20-tal minuten geleden eventjes moest laten. Nou ja, die begint toch ook niet echt sterk in deze leg. Een
wat narige types. 100. Ja, zo zijn er voorlopig elke sessie 5 wedstrijden. 4 eerste ronde wedstrijden en een voorronde partij. Vanmorgen vroeg zagen we Kumala nipt winnen van Walsh. 140. En vervolgens inderdaad Per Lorsen, die we straks weer aan de hockey zien. Die er dus al wat op is gewarmd. 45. Nou, weer eens een triple. 100. En de finish voor Jones. Die heeft hij al een keer gegooid, die finish van 120. 100. When you're going 120. Nou, hij heeft er wel de tijd voor. Tjoh. Zoveel tijd zou ik ook niet voor nemen. 84. Ja, een slordige pijl daar tussendoor van Jones. Laat wel de belasting staan. Verlies, ja, absoluut. Eigenlijk al bezig met de volgende pijl, met die dubbel. 57. Nou goed, hij kan het allemaal weer wegpoetsen. Dat foutje van zojuist door dubbel 18 te gooien. Dubbel 9. En hij zit echt in een hele slechte fase, ook qua dubbels nu. Ja, hij heeft de mazzel dat McDyne zojuist geen triple wist te raken. Daarom nog 136. Ja. Volgens mij... Nee. Hij koos een aparte route, maar hij krijgt geen pijl op een dubbel. Laat top staan. Jones, dubbel 9. Nee hoor. Weer niet. En dus McDyne voor de break en de 2-0 voorsprong. En dan komt McDyne heel dicht bij de overwinning. En dat gebeurt. Wat een ommekeer. De ene na de andere leg wordt inmiddels gewonnen door McDyne. Die nu zelf mag gaan gooien voor een plek in de tweede ronde hier. Tegen waarschijnlijk onze vriend Van Gerwen. Ja. Ja, en dat gaat dan ten koste van Jones. En ik kan eigenlijk maar één iemand de schuld geven en dat is Wayne Jones zelf, want kansen waren zat. 49. Nou, weer de 9 voor de naam McDyne. De vierde pijl vindt geen triple, dus verdwijnt de 9 als sneeuw voor de zon. 94. 5 hebben we er gezien op dit PDC WK. Komt dit jaar nummer 6. Dus we eigenlijk verwachten van wel. 140. Ja, zo gaat McDyne met een flink engeltje op zijn schouders. Toch door naar de tweede ronde. Ja, pas als de laatste pijl gegooid is. Maar die laatste pijl komt heel dichtbij. Jones, is dit de laatste keer dat hij aan de hockey verschijnt? Is dit zijn laatste pijl van het WK? Kevin Huguan, 47. Van dit jaar. McDyne, 47. 15 gegooid. Dubbel 16. Eenmaal, nee. Tweemaal, ja. Wedstrijd geëindigd. 3-0 in de beslissende set voor McDyne. En die wint de wedstrijd met 3-2. En dus gaat Kevin McDyne door naar de tweede ronde. En ligt de ervaren Wayne Jones uit het toernooi.